Oh fuck. Nu Adam sowieso. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. Ik ben deze ochtend begonnen met mijn wiel te spaten. Mijn BMX is gefixt, dus ik ben sowieso stoked. In ieder geval, ik ga me nu douchen, daarna gaan we BMX'en en daarna gaan we naar de Blaarmeersen. En daarna moet ik jammer genoeg gaan werken, maar het wordt sowieso een fantastische dag. Het is alleszins fantastisch weer. Jullie zien het. Wow, yo. Daar zijn er ook allemaal zwanen. Woppa. Ik heb die hier nog nooit gezien. Misschien is dat het seizoen, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, ik ga me nu douchen, want ik voel me echt ranzig. Let's go. Yo. Nice. Ik had er eigenlijk nog nooit bij nagedacht, maar ik kan eigenlijk gewoon ook perfect vloggen onder de douche. Nice. Oh. Nice. Fris gewassen. Nu is het tijd voor een ontbijtje. Ik heb hier een eitje, een avocado en twee bolletjes. Woppa. Het is echt niet normaal wat een zalig weer het is. Ze zijn hier ook de tramsporen, redelijk nice aan het maken. Ik heb mijn zwembroek, mijn handdoek, al mijn camera, grief, mijn GoPro, noem maar op. Ik heb gewoon alles in mijn rugzak zitten. Wow, yo, het is echt nice weer, nog veel mooier dan gisteren. En kijk, deze zwanen zitten met hun hoofd in het water. Geen idee waarom dat ze dat doen, maar laat weten in de comments als jullie weten waarom dat ze dat doen. Of ja, je kan dat eigenlijk ook gewoon opzoeken op Google. Maakt niet uit, ik en de homie Alex gaan richting het Zuid-Skatepark. Let's go. Echt super kut, ik was nog maar 100 meter verder en mijn wiel is kapot. Ah, jullie zien het, daar ligt mijn wiel. Het is helemaal fucked. Ah, dit is echt kut. Ik ga dat alleszins nu gaan fixen. En hopelijk kan ik nog BMX'en voordat ik moet beginnen werken. Dit is echt een ramp. Ik heb mijn wiel gefixt, hoppa, en nu moet ik mijn wiel er gewoon opsteken en kan ik gaan BMX'en. Ik wil echt nog kunnen fietsen voordat ik begin te werken. Mensen, dit is niet normaal. Zelf mijn buurmeisje is al komen kijken. Hey. Oh, mijn hoofd staat gewoon helemaal onder het zweet. Dit is echt fucked, maar mijn wiel is gemaakt. Ik heb pijn aan mijn rug, ik heb pijn overal. Werken aan een BMX is echt niets voor mij. Ik bestel zo rap mogelijk nieuwe shit. Ik ga nu mijn zak gaan halen en we gaan naar het skatepark. Let's go. En natuurlijk eerst ook nog alles opkuisen. Woehoe. Mijn plan was normaal om eerst mijn wiel te maken, dan te gaan BMX'en, dan naar de Blaarmeersen en dan te gaan werken. Maar ik heb nu nog 40 minuutjes, dus ik ga blij mogen zijn als ik toch nog een paar BMX tricks ga kunnen landen. Zwemmen gaat voor later zijn. Maar ik bak van de warmte, mensen. Het is zeker 30 graden. Het is niet normaal. En ik baal eigenlijk ook wel dat ik moet werken. Want ik heb daar geen zin in dit goede weer. Echt, kijk. Ik heb letterlijk maar een kwartiertje kunnen BMX'en. Het is nu 4:20. Ik moet al door, want ik moet nog een slot kopen. Mijn fiets staat nog in Dampoort en anders kan ik mijn BMX niet op slot doen.
Het leven is soms echt zo hard, niet normaal. Iedereen is vrij en ik niet. Ik ga vragen op mijn werk om niet meer te werken in het weekendsmiddags. Dat is voor mij echt fucked up. Ik had dat nogthans in het begin gezegd toen ik daar ging werken, maar blijkbaar zijn ze het vergeten. Dus bij deze, ik ga dat nog een keer aankaarten, want in de zomer ga ik echt niet in het weekend smiddags gaan werken. Fuck die shit. Belachelijk, de politie is hier terug en deze guy moet weer al oprotten. Dat is echt wel fucked up. Het is echt mijn favoriete artiest, sowieso van hier in de buurt. Check die politie, holy shit. Dit is ook weer gefixt. Ik ga nu mijn BMX in deze hal zetten en daarna gaan werken. Dus ik zie jullie na mijn werk. Oké, yes, eindelijk gedaan met werken. Er is hier zo net politie gestopt, zoals jullie gezien hebben. En die vroeg aan mij als ik mijn drone al terug had gevonden. En ik zei natuurlijk van niet, want die drone is kwijt. Ik was hier eigenlijk gewoon zonder handen aan het fietsen. En ik wou een shot van dit nemen om te tonen dat het 28 graden is. Want soms komen daar ook de graden op. Het is gewoon 28 graden en 8 uur 's avonds, mensen. Alleszins een shout-out naar deze politie, want die politie is echt gewoon super chill. In ieder geval, ik heb gedaan mijn werk. Ik ga nu richting het skatepark. Ik heb fucking veel zin om te BMX'en. Sowieso. Dus bij deze mensen, let's go! Yeah, mensen, het is echt een zalige avond, niet normaal. Alle homies zijn daar aan het chillen, jullie zien het. De homie Jelle is daar aan het BMX'en.
Nog een homie is hier aan het skaten. De sfeer is echt heerlijk. Het is 28 graden, nog altijd. Holy moly. Ik wou dat elke dag gewoon zo goed weer was. Wij gaan gewoon verder chillen, verder genieten, zoals altijd. Sowieso. Met zo'n stabiele kop. Oh, fuck. Nu Adam sowieso. Hey! Dat is wel echt sketchy. Oké, nice. We hebben net een hamburger opgehaald met frietjes voor 5 euro in frituurdampbord. Nu gaan we naar huis, we gaan dat gaan opeten en dan gaan we gewoon het weekend invliegen met een beetje te chillen en ik ga waarschijnlijk ook gewoon editen. Holy shit, het is feest in onze straat. Hey! What the fuck? Feest in de straat. Oh, nice. Die hamburger heeft echt super nice gesmaakt. Maar ik denk dat ik mijn lensdop ben vergeten. Ik ben vertrokken met mijn camera in mijn handen en mijn B-roll lens zat erop. En ik vrees, dit is de lensdop van deze lens. Dit is mijn lens waar ik B-rolls mee maak. Een 1770 mm Sigma 2.8 voor de mensen die interesse hebben. Een super goede lens. Zoep, ik denk echt dat ik hem gewoon ben vergeten. Ik heb het in het frietkot gezien. Laten we hopen van niet, want ik heb echt geen zin om nog terug te fietsen. Nice! Ik ben hem toch niet vergeten. Yes! Yes! Ik ging letterlijk gewoon straks terug fietsen. Oh my god. Ik ben stoked. Nice! Woe! In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor te kijken. Ik ben gewoon kapot. Ik kan echt bijna niet meer bewegen. Oh, like sowieso de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Peace out. Ciao. Yo.